Zo, hoi, goedemiddag. We gaan weer verder vandaag met een nieuw onderwerp, een nieuw hoofdstuk. In dit geval gaan we kijken naar de bazen. En de bazen is eigenlijk een voortzetting van wat we al hebben besproken met de zuren. Dus we gaan een heleboel dingen van de zuren weer opnieuw tegenkomen. Nou, om te beginnen gaan we het hebben over de zogenaamde basische oplossing. We hebben het al eerder gehad over de zure oplossing. En van een zure oplossing hadden we gezegd dat is een oplossing met een pH die lager is dan 7 en een oplossing is die H3O plus bevat. Nou, in het geval van een basische oplossing weten wij dat het een pH heeft die juist groter is dan 7 en we weten dat een oplossing of een basische oplossing geen H3O plus bevat, maar zogenaamde OH- ionen, hydroxide ionen noemen we die ook wel. Nou, hoe komen die daar nou in terecht? Nou, eigenlijk op een vergelijkbare manier als met de zuren, alleen nu dus met een base. Maar wat is een base? Een base is een deeltje dat na oplossen in water voor een basische oplossing zorgt. En hoe zit dat dan? Nou, dat zit hem in wat een base als deeltje doet. Een zuur was een deeltje dat in staat was om een H+ af te staan. Een base is juist een deeltje dat in staat is, deeltje dat een H+ kan opnemen. Dus eigenlijk het omgekeerde van een zuur. Nou, hoe zien we dat dan bijvoorbeeld voor ons? Nou, als wij bijvoorbeeld een veel voorkomende base nemen. Even kijken, ja, nou, bijvoorbeeld het NH2-ion, dat is een base. Op het moment dat ik dat oplos in water, krijgen we een reactie waarbij niet, zoals bij de zuren, een H+ werd afgestaan naar het H2O. Nee, omgekeerd dit keer, er wordt een H+ van het H2O opgenomen door de base. En dan ontstaat er dus NH3 in dit geval. En er ontstaat OH-. En als ik H2O 1H+ laat afstaan, krijgen we OH-. En vandaar dus dat in een basisoplossing OH- aanwezig is. Nou, dit is de definitie van een base. Heel vergelijkbaar met wat we al hebben besproken met de zuren. Alleen nu is het omgekeerd. En we gaan ook in de komende paar filmpjes zien dat ook bij een heel veel andere zaken dit eigenlijk heel mooi parallel loopt en we het over precies hetzelfde hebben als bij de zuren. Nou, dit was de eerste introductie met de bazen. Volgende filmpje gaan we wat uitgebreider kijken en gaan we zien dat ook nu weer sterke en zwakke bazen zijn en ook nu dat we weer een paar speciale gevallen hebben die we eerst moeten bespreken. Maar dit was hem voor nu. Tot ziens!